Hallo, mijn naam is Ardous Gelkes van Bugs Music en ik ga wel vertellen over een starterspakket. Voor mij staat de Yamaha PSR S670. Je zou kunnen zeggen, is het nou een starter? Ja, het is op zich wel een beetje een ruime starter, dat wel. Maar ik merk wel dat er heel veel mensen het toch wel fijn vinden om niet meteen met het kleinste uh, keyboard te gaan beginnen, wat wel fijn vinden om een keyboard te, te kopen waar je toch een heel stuk langer mee doet, met ook best wel veel functies. Als je een Yamaha koopt, dan zit daar automatisch al een lessenaar bij, een adapter. Dus op zich is het apparaat eigenlijk al wel compleet. Alleen je moet het ergens opzetten. Nou, ik vind het persoonlijk erg handig om eigenlijk gewoon een kruisstatief weg te zetten. Je kan het wat hoger zetten als je wilt staan achter je keyboard. Maar wil je zitten, dan zet je het gewoon wat lager. Ik heb speciaal deze gepakt omdat ik hier vind dat ik hier op elke gewenste hoogte het statief kan uh, afstellen. Hieronder zit een ronde knop. En als ik het losdraai, kan ik het statief in verschillende hoogtes zetten. Als ik hem weer vast draai, dan moet ik wel zorgen dat die tandjes goed in elkaar komen te zitten. Zodat die echt goed stevig zitten. Zodat dus de tandjes tegen elkaar zouden zitten, zodat hij los kunnen schieten. Dan leg je alles op de grond. Dus zorg er wel voor dat de tandjes goed in elkaar vallen. Daarnaast is je zo stevig als een rots. Kan er een olifant opzetten. Hoeft in dit geval niet. Een keyboard is voldoende. Dus ik een statief. Eh, dan vraag ik zeker mensen: ja, zit je daar niet met je benen tegen zo'n kruisstatief aan? Nou, ik heb zelfs een dubbel frame gepakt. En als je een keyboard erop zet, dan mag het best goed over een beetje over de rand zijn. En je zal zien als ik ga zitten, dan heb ik nog echt toch wel zeker een zonstuk nog tussen mijn benen. En een statief, ik kom er helemaal niet tegen aan. Je gaat ook niet uiteraard zo achter een keyboard zitten. Dat is geen, niet de bedoeling. Dus je zorgt dat je keyboard, maar een klein stukje met je benen onder het keyboard, zit je ook niet tegen het frame aan. Een goede kruk vind ik ook zeer belangrijk. Ik heb hier de Inox DX22 waar ik op zit. En eh, het voordeel van deze kruk is dat het een, het is een stevige kruk is, een robuuste kruk. Ook deze kan ik in verschillende hoogtes zetten. Het is ook weer een kruissysteem. Hoe hoger, eh, hoe kleiner het, dat kruisje wordt, hoe hoger ik zit uiteraard. Eh, het is ook een, een, een grote kruk. Ik kan er goed op zitten. Het is zo'n klein heel krukje waarbij het minst of geen dat ik dit doe, ik ook meteen aan verval. Nee hoor, ik zit hier heel stabiel op en ik denk dat dat een hele verstandige combinatie is. Dus een keyboard. Een goed statief eronder, in dit geval een inox statief, het dubbele, inox dubbel. En een goede bank en in dit geval ook een inox en in dit geval ook de DX22. Wil je wat meer over dit keyboard weten? We hebben er speciaal nog een video over gemaakt. Klik hier rechtsboven en dan kunt u de film zien. En wilt u nog wat meer informatie over het pakket? Klik ook hier rechtsboven en dan kunt u daar wat meer over te weten komen.